In 1919 werd de Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging Sint-Jozef opgericht. Katholiek, want we waren natuurlijk midden in de verzuiling. En we hadden ook de rooien en we hadden de protestanten. Maar Sint-Jozef was katholiek en die had als belangrijkste doel de arbeiders en betere woningen te bezorgen. Het is goed dat we ons spiegelen aan mensen die grote verdiensten hebben. Zodat we ons geïnspireerd kunnen laten weten, geïnspireerd kunnen laten zijn door datgene wat zij voor de samenleving doen. En als je dat dus wilt laten gebeuren, dan moet je die mensen ook onderscheiden van andere mensen. Je moet ze zichtbaar maken. En dat is wat nu gebeurt. Want ik mag u, en ik moet het heel formeel zeggen, namens de burgemeester van de gemeente Tubbergen, want even namens haar, namens mevrouw Havenkamp sta ik hier ook, mag ik u meedelen dat Zijne Majesteit de Koning u bij gelegenheid van dit afscheid heeft benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En ik wil u vragen naar boven te komen. Jan Kamst. En ik ben nog niet helemaal klaar, dus blijf nog even. Want dit is een heel hoog blijk van maatschappelijke waardering. Een koninklijke onderscheiding. Door de koning toegekend aan alleen de uitnemendsten onder ons in de samenleving. Die belangrijke bijdrage leveren aan, aan datgene wat we allemaal vanzelfsprekend vinden. Maar wat er niet zomaar is, waar uw inzet en vernuft, heb ik het net genoemd, voor nodig is. U heeft dat gedaan in de stad waar u geboren bent. De stad die u lief is. Die liefde is wederzijds. Je zegt wel eens dat er bepaalde mensen zijn in een gemeenschap, want we vormen een gemeenschap met elkaar, die eruit springen. Nou, deze onderscheiding is daar denk ik een overtuigend bewijs van. Maar deze stedelijke gemeenschap, deze stad, en die is groter dan alleen de huurders van Sint-Jozef, die is u buitengewoon dankbaar voor de inzet die u voor de sociale woningbouw, voor de volkshuisvesting, voor de eenheid in onze stad heeft geleverd. En er zijn maar weinig momenten, dames en heren, dat je als burgemeester namens de hele stad mag spreken. Dit is er één van. Namens de hele stad Almelo, namens de voltallige gemeente, mag ik je meedelen dat de gemeentebestuur van Almelo, de raad van Almelo, jou de erepenning van de gemeente Almelo toekent. En die wil ik je graag uitreiken. Nogmaals een hartelijk applaus, dames en heren.